Onze programma's beginnen eigenlijk bij een kern. Een kernidee die ergens vandaan komt. En vaak is de inspiratiebron bijvoorbeeld een muzikus. Of het kan ook een bepaald stuk zijn. Of een bepaalde sfeer die we willen neerzetten. En in dit geval was het uitgangspunt de pianiste Yang Yang. Die is zo mysterieus en zo speciaal. Dan dacht ik, wat kunnen we doen? Wat kunnen we spelen met haar? Dat een beetje dat briljante, tegelijk geheimzinnige, dat eruit komt. En toen kwam ik op het stuk Les Jeans van César Franck. Eigenlijk een stuk voor piano en orkest dat nooit gespeeld wordt, jammer genoeg. En dat had precies die sfeer die ik voor ogen had. En toen heb ik het laten bewerken door Henk de Vlieger. En dat was de kern van het programma. En daaromheen hebben we gewoon dingen bedacht. Die passen. Een beetje dat aardse van het programma dat dan bij Bartok uitkomt. En een beetje dat geheimzinnige dat aan het begin in Debussy klinkt. En we hebben een fantastische partner gevonden in Sarada Sarita. Zij is sowieso een geestige choreografe, theatermaker. Zij ziet het allemaal en ze kan het echt omzetten in beeld. En met hele goede dansers erbij. Dus ik ben heel blij met deze voorstelling. Ik ben echt heel trots en dankbaar dat we dit mogen spelen.